Het nieuwe seizoen van Holland's Next Topmodel, dat niet op televisie maar op Videoland te zien zal zijn, veroorzaakt behoorlijk wat controverse. Yvonne Koldewijer verklapte vorige week al dat Linda de Mol-basher Rafael Bouwman een van de kandidaten is die meedoet. Zij stelt dat zijn deelname doorgestoken kaart is. Hij is gewoon betaald. Yvonne heeft precieze details gedeeld over het verloop van Rafaels avontuur bij het programma, bijvoorbeeld in welke aflevering hij eruit vliegt, zoals afgesproken zou zijn met de productie. Ze heeft in haar besloten spionnetjet ook een aantal audiofragmenten laten horen van een hoogopgelopen ruzie tussen Rafael en de producent, en de Mol Shine. Het collega Juice kanaal Juice Channel meldt nu dat de makers van HNTM flink balen van Yvonne's onthullingen over Rafael. Ze overwegen om hem eruit te knippen, alleen zitten ze met een probleem. Rafael is namelijk ook mee geweest op reis naar het buitenland, de producenten zitten echt met hun handen in het haar. Juice Channel komt daarnaast met nog meer onthullingen over het programma, waarvan het nieuwe seizoen wordt gepresenteerd door Louisa Lamers. Een bron meldt ons namelijk dat er nog meer fake is aan het programma. De zogenaamde castingdag waar 100 modellen op afkomen is namelijk ook in scène gezet. De opnames van de grote finale van Holland's Next Topmodel zitten er inmiddels op, weet Juice Channel. Afgelopen week is de finale al opgenomen en de gasten die in het publiek zitten zijn grotendeels figuranten. Een grote poppenkast dat programma. Juice Channel haalt het bloed onder de nagels vandaan bij RTL, om ze maar gelijk helemaal overstuur te maken en om een einde te maken aan dit fake circus. Wij weten ook al wie dit seizoen gewonnen heeft, als je het winnen kan noemen. Het kanaal verklapt niet alleen de winnaar, maar ook de drie overige finalisten. Dan weten we dit ook weer, ze kunnen beter deze fake show weer opdoeken, waarschijnlijk heeft ook niemand het gemist. Yvonne Koldewijer vertelde gisteren nog in haar podcast dat ze de winnaar van het programma nooit bekend zou maken. Als ik weet wie de winnaar is van Holland's Next Topmodel, dan ga ik dat niet brengen. Je hebt een soort van respect voor programma's die gemaakt worden, mensen die daarvan genieten. Je hebt een soort van respect daarvoor.